Yo, welkom bij Poerom. Vandaag heb ik een What's in my bag video voor jullie. Ik ga jullie laten zien wat ik allemaal in mijn tas heb als ik op reis ga. Want ik ga niet meer naar school, ik werk namelijk 5 dagen in de week. Laat ik zien wat ik allemaal in mijn tas heb als ik ga reizen. Wat ik sowieso altijd bij me heb en wat heel erg belangrijk is als je op reis gaat, is je paspoort. Je moet het natuurlijk niet vergeten, anders kom je het land niet binnen. En misschien mis je ook nog je vlucht of je trein of weet ik veel wat. Maar het paspoort is zeker belangrijk. Wat je sowieso bij je moet hebben is deo. Ik gebruik de Dove deo, Naturel. Heel veel mensen vragen mij waarom gebruik je de Naturel. Ik gebruik Naturel deo omdat ik uiteindelijk toch mijn eigen parfum ga spuiten. Dan heb ik geen speciale luchtje nodig bij een deodorant. Wat ik dan natuurlijk ook bij me heb is een lekker parfum. Je wilt natuurlijk lekker blijven ruiken en niet alleen de eerste 2 uur. Dus als je het meeneemt kan je natuurlijk gewoon blijven spelen. Als ik ga vliegen dan heb ik natuurlijk miniatuurversies hiervan mee. Want ik begreep dat je geen grote flesjes mee mag nemen. Wat zeker belangrijk is, is kauwgum. Hou het altijd bij je, want je wilt niet uit je bek stinken. En ook een ruiken vis uit je mond, neem het voor de zekerheid mee. Je weet maar nooit naast wie je komt te zitten, die het wel zo goed zou kunnen gebruiken. Zal maar hebben dat diegene tegen je praat en je denkt van wow, jij kan het al op je gebruiken. Ken je dat? Dan spreek je met iemand en dan diegene stinkt zo erg uit zijn mond. Je biedt hem een kauwgom aan en diegene zegt nee, ik hoef geen kauwgom, dank je. Dan denk ik bij mezelf, neem die fucking kauwgom alsjeblieft. Dus heb altijd kauwgom bij je. Ook als niet voor jezelf, weet nooit wie je tegenkomt die het wel zou kunnen gebruiken. Wat er nog meer in mijn tas zit, is een boek. Normaal gesproken hou ik niet van lezen, maar dit boek sprak me heel erg aan. Ik moet zeggen dat ik hem nog steeds niet heb uitgelezen na 2 jaar. Maar daar komt een verandering in, want ik ga binnenkort een week naar Barcelona en dan ga ik hem zeker uitlezen. Wat ik ook zeker meeneem is mijn iPad. Of ik nou muziek ga luisteren of films ga kijken. Het is altijd wel handig om hem bij te hebben, want ik hoorde laatst dat je ook wifi in het vliegtuig hebt. Ik weet het niet zeker, maar dan zou de iPad natuurlijk heel erg handig zijn. Ik wil natuurlijk wel in touch blijven met iedereen. Natuurlijk heb ik ook oordopjes bij me. Mensen mogen natuurlijk wel meegenieten van mijn muziek, meekijken met mijn films, maar ik neem aan dat ze het niet zo prettig zullen vinden als ik muziek hardop zal laten afspelen. Dus vandaar dat ik mijn oordopjes natuurlijk mee heb. Wat ik zeker niet moet vergeten als ik op reis ga, is mijn lader. Heel vaak ben ik op reis of ergens en dan zie ik dat mijn batterij bijna leeg is en dan heb ik geen lader bij me. Terwijl je overal wel stopcontacten hebt. Dus mijn lader moet ik zeker niet vergeten. Nou, dit was dus mijn What's in my bag video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Duimpjes omhoog dan natuurlijk. Laat even in een comment achter wat voor video jullie van mij zouden willen zien. En misschien kan ik er dan wel iets mee. En ik hoop jullie volgende week weer te zien. Ciao ciao. Het heeft een heel subtiele geur. Hallo allemaal. Welkom bij Poerom. Vandaag laat ik jullie mijn parfumstash zien voor de dames. Mochten jullie een